Ja, Chris, wat denk je van het parcours? Ziet er heel mooi uit. Het zal wel zwaar zijn, maar toch blijft het toegankelijk voor iedereen, denk ik. Het is niet al te technisch, er zit redelijk wat variatie in. Zeker wel een zwaar parcours, klimmen en afdalen volgen elkaar op, maar de moeite voor iedereen, denk ik. Jirai, zwemmen in de Maas, zie je er naar uit? Het is wel een uniek zwemparcours, want het is een stukje rond een eilandje eigenlijk dat we moeten zwemmen. Maar ik heb er ooit eens een triathlon op de weg meegedaan en dat ging ook goed doen. Dus het zal nu zeker ook wel lukken. Ja, maar vandaar is het direct... Het is direct, het is direct eigenlijk de citadel op en eigenlijk moeten we die zelfs 3 keer oprijden. Dus de wisselzone ligt bovenop de citadel. Dus het zal wel uniek zijn ook voor de toeschouwers om dat te kunnen meemaken. En het lopen, dat gaat ook niet van de poes zijn? Wel, ook het nodige klimwerk normaal gezien. Dus daar zien we wel naar uit. Misschien heb ik met mijn snelle benen soms liever een vlakker parcours. Maar ik vind het altijd heel leuk als er wat klimwerk en offroad bij zit. Dus ik denk wel dat het oké zal zijn. Ja. Verwachten jullie veel deelname vanuit België voor deze Xterra? Oh, we hopen natuurlijk van wel. Hè. We hebben juist vernomen dat er toch al 150 inschrijvingen zijn. Dus ik denk dat het al een heel mooie start is. Die zijn ook nog maar... In 3 weken open, dus het loopt goed. En ik zou zeggen, zeker inschrijven, het is niet te missen. We hebben vandaag het parcours gedaan en het is echt heel knap. En wat vind jij ervan, Chris, dat er eindelijk een Xterra in België is? Well, dat is fantastisch natuurlijk. Ik denk dat het offroad gebeuren wel een beetje aan populariteit wint. En Xterra blijft nog altijd het grootste gebeuren. En zeker ook als ik de organisatie zie, ze hebben echt de bedoeling om er een fantastisch evenement van te maken. Wellicht ook met een heel mooie afterparty de zaterdagavond. Dus zelfs al kom je niet om te koersen, toch naar hier komen en dan wordt het zeker een leuk feest. Ja. En wie gaat hem winnen, Jirai of Chris? Ja, dat zullen we moeten uitvechten. Ja. Ik denk dat het goed is dat er een Belg wint. We zijn met 3 banen en er zijn 3 plaatsen op het podium. Dus die gaan we alle 3 opvullen. Hè. Ja. Voilà, succes mannen. Dank u.